Ja, die heeft iedere dag nog de premie en het heeft vooral nog spastie. Thank you.
Van de wielen in ontvangst nemen. De tweede plek, Talita de Jong. Schepen de praat. En nu een daverend applaus voor Kelly Druits. We krijgen ook veld nog een waardebon van €125 geschonken door. Mooie overwinning hier, Schellebellen. In de begin vrij leuke topgroep gevormd. Ja, ik zag ineens dat we weg waren met enkele meisjes. Ik had het zelf niet verwacht. Dus ik keek achterom, ik zag geen peloton meer. En na enkele ronden kwamen er nog twee ploegmaats bij, samen met Talita. Dus ja, het was echt een sterke ploeg dat we mee hadden. Dus dat was voor ons voordeel. Half koers was het wat geslonken, maar in één keer was het terug omhoog gegaan, de voorsprong. Ja, ik heb het zelf niet zo kunnen opvolgen, want ik hoorde geen tijden. Maar de laatste ronde kwam er nog een ploegmaat bij ons, Kelly. En dan waren we met vier, dus ja, we waren echt de sterkste in de wedstrijd. En we hebben dat ook laten zien vandaag, denk ik. Draai je allemaal goed rond, want er waren er goed bij. Ja, we moesten wel blijven draaien, want anders kon het wel makkelijk terugkeren. En ik denk dat iedereen wel zijn bijdrage heeft geleverd. De ene wat meer dan de ander, maar dat is normaal, hè. De slotfase van de wedstrijd vertelt aardig over de laatste slotlijn. Ja, we proberen nog enkel te ontsnappen en mijn ploegmaat reageerde goed actief. En ja, ik wist dat ik gewoon ging gaan voor de sprint, dus ik moest gewoon meeschuiven en mijn eigen een beetje kalm houden. En ja, ik heb laten zien aan de finish dat ik me echt wel goed voelde vandaag. Kortom, de benen zijn heel goed. Ja, het begint te komen de conditie, dus het zal wel moeten, hè. Binnenkort het Belgische kampioenschap. Zeg daar dat ik niet zo over. Ja, ik moet eerst nog naar Baku, naar de European Games. En ja, de week nadien is het Belgische kampioenschap. Qua parcours en zo ben ik daar nog niet van op de hoogte. En ja, dat zal pas voor de week van BK zelf zijn. Dus. Dankjewel. Ja, hier de twee winnaars hier van vorig jaar ook altijd al Belgische kampioenen geworden. Ja, het is open, hè. Het zal mooi zijn. Ik zal er zeker mijn best voor doen. Nog een dag applaus voor Kelly Druits. Thank you.